Op dag 2 van de examenperiode stond onder andere natuurkunde op de planning. Daar straks meer over. Eerst gaan we kijken hoe een van de muzikaalste leerlingen van onze school zich voorbereid heeft op haar examen. Ant, je was lekker muziek aan het maken. Leer je ook met muziek? Nee, ik gebruik meer als ontspanning. Ik heb ook gehoord dat je fan bent van Anouk. En vanavond is het Eurovisie Songfestival. Ga je kijken of moet je toch leren? Ik ga kijken. En heb je nog wel tijd om genoeg te oefenen en op te treden en zo nu tijdens de examen? Nou, de repetities liggen even stil. Maar ja, na de examen is er volop tijd. Ant haalt er energie voor het leren uit muziek maken. Maar het is natuurlijk ook heel verleidelijk om gewoon een blikje energiedrank te nemen. Of is het toch beter om wortels te eten? Dat is lastig. Ja, gezond eten is natuurlijk altijd goed. Wat heb je gegeten voor de examen? Broodje chocoladepasta. Twee boterhammen met Nutella. Nou, gewoon wat ik altijd doe. Gewoon een flesje water en boterhammen erin. Vis. Boterhammen. Wat wel heel goed werkt is geen suikers, geen cola, geen frisdranken. Want daar zit een hoop suiker in. Die suiker die boost je, maar die halen je daarna naar beneden. Dus dan krijg je pieken en dalen. En dat moet je niet hebben. En dan nu een docent natuurkunde. Want zijn leerlingen zaten vanmiddag te zoeken op een examen vol formules. Wat moet je weten over die formules? Want je moet bijvoorbeeld al weten wanneer je een bepaalde formule mag toepassen. En wanneer niet, vooral ook. Want als je op het verkeerde moment een formule maar gaat gebruiken, dan komt het natuurlijk onzin uit. U heeft natuurlijk zelf ook examen gedaan. Heeft u toen ook het zo aangepakt, het leren? Ik ben eigenlijk gewoon van A tot Z, letter voor letter, door het hele boek gelopen, alle hoofdstukken. Maar dat is nogal veel werk. Ik denk dat ik nou wat beter zou durven om me op de hoofdlijnen te concentreren. Dus doe jij dit jaar examen, dan weet jij wat je moet doen. Morgen staan kunst en filosofie op het programma. En ik wens iedereen alvast heel veel succes.